Het bevorderen van de mobiliteit en een belangrijke ader voor de ondernemerschap. Zo sprak minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie bij de oplevering van de wegstrekking tussen de Vijfde Rijweg op Kwata en Monkshoop in Saramaka. Dit gerehabiliteerde gedeelte van 18,5 kilometer is onderdeel van een groter project dat behelst goede infrastructuur en ontwikkeling van de districten. Een heel bijzonder moment voor Saramaka. Een lang gekoesterde wens van de bevolking van Saramaka. Maar niet alleen voor Saramaka, minister, maar ook Koroni, Nikeri is vandaag blij. Waarom? Een wens is in vervulling gekomen, minister. Wayamboweg is niet zomaar een weg. Het heeft een strekking van ongeveer 18 kilometer. En er zijn hier meer dan 200 gezinnen die daar langs de weg wonen. Met de realisatie, met de herasfaltering hiervan, gaan we een schaal van ontwikkelingen hebben. Je moet weten dat Saramaka een agrarisch gebied is. Dus transport van agrarische producten naar Paramaribo, naar andere omgevingen, gebeurt via de weg. Ook hebben we onze staatsolie hier, die bijna 1x24 uur gebruik maakt van deze weg. Dus bijna alle ontwikkelingen, en ik mag trots zijn op Saramaka, hebben we in Saramaka en het gebeurt via deze wegen. En daarom dat de DNA-leden, onze RR-leden, onze mensen van de buurt steeds erop gingen hameren, minister, dat dit gerealiseerd werd. En we zijn reuze blij, we zijn trots dat dat vandaag zo ver is. Vandaag is een bijzondere dag voor ons allemaal. Het is geen start zijn van de weg, maar beter nog een oplevering van de weg. Het gaat hier om het project rehabiliteren en asfalteren van de wegstrekking Monkshoop-Henri Fernandesweg met een lengte van 27 kilometer. Het deel dat vandaag wordt opgeleverd zijn perceel 3 en 4. En wel vanaf Monkshoop tot Vijfde Rijweg met een totaallengte van 18,5 kilometer. Dit is ongeveer 2/3 van deze wegstrekking. Het is niet de eerste keer dat Tjongalanga grote wegenbouwprojecten uitvoert in het district Saramaka. Tjongalanga heeft 15 jaar terug de wegstrekking Monkshoop-Boskamp voor de eerste keer geasfalteerd. Dit was toen nog een zandweg. En 40 jaar later mochten wij dezezelfde weg opnieuw rehabiliteren en asfalteren. Na de oplevering van deze wegstrekking werd toen aangegeven dat door de regering daar ook plannen voor zijn om de wegstrekking Monkshoop-Henri Fernandesweg te asfalteren. Deze plannen zijn nu uitgevoerd en we staan nu weer hier in het district Saramaka voor een nieuwe oplevering. De projecten hebben ons bedrijf de kans gegeven om verder te groeien en te ontplooien. Maar niet alleen ons bedrijf, maar ook de bewoners van Saramaka hebben hier voordeel aan. Zeker 60% van ons personeel die belast is met het project komt uit Saramaka. Ook diverse materialen worden geleverd door bedrijven uit Saramaka. Geprobeerd in retrospectie te plaatsen de belangrijkheid van deze weg. Het is niet alleen hier, dit stukje, natuurlijk vandaag zijn we hier, maar het is veel meer en het beslaat in principe het hele land. Geheel Suriname is hierop afgestemd. De Oost-West-verbinding is ooit natuurlijk ontstaan en vandaag zijn we zover om weliswaar in delen maar straks een aaneensluitend pracht van een weg te hebben. Die altijd nog dienstbaar is geweest aan ons allen. Jong, oud, en ieder heeft gebruik daarvan mogen maken. Uw naam staat erop niet geschreven. Dus wie is de eigenaar van deze weg? Wij Suriname. Uno, Wifusernang. Wij zijn de eigenaren van deze weg. Maakt u er goed gebruik van. En we hebben prioriteiten gesteld, vandaar dat het niet in één keer is gelukt.
Maar prioriteiten stel je wanneer je als regering verantwoord bezig wil zijn. En wanneer je iets start, dan moet je het ook afmaken. En het kan wat tijd in beslag hebben genomen. En daarvoor wil ik natuurlijk zeker de bewoners hier in Saramacca, maar ieder ander die gebruik heeft moeten maken toen de aannemer van zijn kant uit bezig is geweest. Het was niet makkelijk voor hem ook. Het was een uitdaging. Maar het leuke ervan is, laat ik niet zeggen het leuke, het gekke ervan is, mensen zien dat er iets gebeurt en iets goed zal opleveren. Dat toch de maïkosie. Want dan vind ik, ik kan niet hard rijden. Ik kan niet langs rijden. Dus ook hun vragen wij natuurlijk en zeggen we bedankt voor hun geduld. En dat zij ook op welke manier dan ook hun bijdrage hebben geleverd. Al was dat natuurlijk met opbouwend kritiek. Dat moeten we ook hebben, het houdt ons scherp. Wij gaan verder voort, mensen. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zal zorg dragen dat die plicht die op haar schouders rust, dat die samen met u, daar heb ik het over, samen met de aannemers, samen met de directievoerders, de consultancybureau, maar het directiestaf en alle medewerkers van Openbare Werken tot uw dienst staan om die werkzaamheden uit te voeren die wij in onze portefeuille hebben, die wij moeten doen. Arokko sa omdu omdu. En ik ben blij om deel te zijn van deze regering die niet praat, maar doet. Doet om ervoor te zorgen dat de behoefte die er is in de gemeenschap, dat daar aandacht aan wordt besteed. Dat die zaken worden gedaan waar een ieder een positieve ontwikkeling mee moet kunnen meemaken. En we zien altijd nog een weg. Het lijkt gewoon daar te staan. Het is soms vanzelfsprekend. En ik stel wel voor natuurlijk dat het een verplichting is voor elke regering die regeert. Het is een verplichting. Maar in doing, je moet het doen. En wanneer je het doet, doe het goed. Doe het niet voor 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen. Doe het niet voor 2 jaren, 3 jaren. Maar natuurlijk met goed onderhoud. En dan kijk ik naar meneer Soman. Meneer Soman is nog jong. En hij zorgt ervoor dat ook goed onderhoud zal plaatsvinden. Want met goed onderhoud kunnen we werkelijk die 50 jaren en zelfs langer mee. Vandaag is de oplevering plaatsgevonden van de wegstrekking tussen de 5e rijweg en de brug bij Mongso. Ja, in het begin was het zo dat er hier behoorlijk wat gaten ontstaan waren in de weg. Het was ook zo dat de fundering ook niet sterk genoeg was voor de vele trucks die hier passeerden. En het was ook een situatie waar de weg ook 6,20 meter breed was. En het tijd werd dat de weg grondig gereconstrueerd werd. Wat er dan gedaan is in deze eindsituatie, dus waarbij dit gedeelte is opgeleverd, is dat de fundering van de weg is aangepast en de weg verbreed is. Er is ook een stabilisatie, een fundering van stabilisatie is hier ook uitgevoerd. Dus de bedoeling is dat 13 tons aslasten van 800 overgangen dan die gefaciliteerd kunnen worden hier, zodat de weg de draagkracht van trucks die niet overbeladen zijn, maar beladen tot 12 ton als last, dat de weg dat aan kan. De weg is verbreed naar 7,20 meter. Meter, dus dat betekent dat het met een meter verbreed is. En dat heeft natuurlijk ook voordelen bij zo'n nationale ontsluitingsweg. Daar proberen we zijn we nu voornemens of zijn we al enige tijd bezig als ministerie om de weg breder te maken. Zodat het verkeer, bijvoorbeeld wanneer 2 trucks langskomen, dat die goed gefaciliteerd kunnen worden.